Wij zijn een land dat geen gas in de grond heeft, geen olie in de grond heeft. De enige rijkdommen die wij zijn, dat zijn onze handen en ons verstand. Hè. Dus daarom is dat onderwijs zo cruciaal. Hè. En eigenlijk zijn we aan, ja, ons land in de dieprik aan het storten als de onderwijskwaliteit verder daalt. Dus daarom moet het dringend anders op verschillende vlakken. We moeten ervoor zorgen dat alle talenten benut worden. We moeten er ook voor zorgen dat kinderen niet meer honger in de klas zitten. Hè. Warme maaltijden op school, dat kan. We wijzen dat al in Antwerpen onder andere. Dat kan ook hier in Turnhout en de rest van Vlaanderen. En daarnaast moeten we echt iets doen aan dat lerarentekort.